Kom erop met die hele handel. Dat is een ziek idee. Alsjeblieft. Ja, dank je. Bezig is. Ik vind het geweldig. Nee, echt waar. Ik vind hij is zo ondernemend. En dan moet je een ondernemer zijn, hè? Om zoiets van poten te zetten. Nou, dat heeft hij wel in zich. Ik denk dat hij dat van zijn vader heeft, want die is in feite ook ondernemer. Niet van jou? Nou ja, ik onderneem ook wel wat. Ja, ja, ik heb verdomme nog een eigen bedrijf. Precies. Dat is ook zo. Dat is waar. Ja, dat is bijna vergeten. Maakte heel veel ijs in de ijsmachine. Ik heb een eigen ijsmachine thuis staan. En ik dacht van, nou ja, ouderen, dat is een beetje een toetsgeneratie, houden van zoet. Om dat te combineren met eiwit is vrij makkelijk, lijkt mij. Dus ik ging het proberen, dat is eigenlijk perfect uitgepakt. Ik heb vooral dus voor de nostalgische smaak gekozen. Dus de smaak als koffie, bitterkoekjes, boerenjongens. Gewoon puur omdat de meeste ouderen van nu daarmee zijn opgegroeid met die smaken. Dus ik dacht, nou, dat is een leuke hintje naar vroeger. Herkent u dat ook dan? Weet je die bitterkoekjes die zijn wel lekker. Ja, ik weet wel, vroeger hadden we ook bitterkoekjes pudding. Ja, ja. En dat vond ik altijd wel heel lekker. Dat is waar. Boerenjongens, ik heb rum in huis. Je mag erbij gooien, als je dat niet ziet. Wat is dit? Ja, golden rum. Kijk, hoe is dat? Deze. Ja, ze rum. Staat erop en het is ook nog rum ook. Ik doe er een scheutje door, hoor. Ik doe het net en zonder. Ik vind het prima, maar mag je? Ja? Tuurlijk. Oké? Okay? Tuurlijk. Nou, kom maar op met een ijs. Ik heb wat, nou, geef mij maar die kleine. Doe niet te veel doen, natuurlijk. Zeg, ik kan niet wachten. Nou, daar gaat hem. Beter? Tjing, jongen. Oh, geweldig. Dit moet je altijd met echte rum doen. Dat mag alleen niet, hè. Al die oude mensen. Niet zo gezond, hè. Oh ja, dat is waar.